Ik had het niet zo met Ronald Koeman en volgens mij had hij het ook niet zo met mij. Lag het dan aan jou of lag het aan hem? Ja, ik steek mijn hand in eigen boezem. Ik denk dat het aan mij lag. Maar dat vind je niet echt? Nee, want mijn prestaties in dat jaar, dat waren goede cijfers. Ik zou eigenlijk wel eens een keer van hem willen weten waarom dat zo gelopen is. Hoe is dat gelopen dan? Hij werd in de begin van het seizoen werd hij aangesteld. Naar mijn idee was er niks aan de hand. En in de winter, of net voor de winter, heeft hij aangegeven dat er een aantal spelers mogen vertrekken. Of dat hij niet met die spelers meer wilde samenwerken. En daar was ik één van. Waar dat aan lag, dat wil ik dus eigenlijk wel van hem weten. En dat is uiteindelijk niet zo ver gekomen en kort daarna werd hij ontslagen. En eigenlijk alle drie de spelers van wat ik weet dat hij niet meer mee wilde werken, dat waren gewoon basisspelers. En die hebben het ook na het vertrek van Ronald Koeman gewoon goed gedaan. Dus ja, ik was het niet helemaal mee eens met die keuze. Maar goed, hij zal misschien zijn reden hebben waarom hij dat destijds wilde.